Multifunction, Bravo 4, position 1, the track is clear behind. Okay, we're going to positive, but we're staying out. Okay, no immediate effects behind. Cool the tyres.
Het is een genoegen om u hier op het circuit de Barcelona-Catalunya te hebben, terwijl we doorgaan met de racedag om te zien wie de zegen zal opeisen in de Spaanse Grand Prix. Het circuit van Catalonië is vernieuwd en we zijn blij dat de chicane in de laatste sector is verwijderd, waardoor de rondetijden korter worden en de totale lengte is teruggebracht tot 4,7 kilometer en 14 bochten. Dit was eigenlijk de oorspronkelijke indeling van het circuit, maar deze is sinds 2007 nooit meer gebruikt. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Het is dus RB op pole position en Max Verstappen stelt daarnaast op. En als we doorgaan naar de rest van de grid hebben we Lee Perez, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Sainz, Hamilton, Leclerc, Russell, Tsunoda, Albon, Stroll, Ocon, Bottas, Hülkenberg, Magnussen, Gasly en Logan Sargeant. Het is bijna tijd dat deze vijf rode lampen uitgaan. Eens kijken wie er vandaag de leiding neemt. En vandaag komt hij ons commentaarhokje binnenwandelen om zich bij ons te voegen. De man, de mythe, de legende, Bas van Damme. Laten we eens kijken naar het seizoen en dan vooral een vergelijking maken met de teamgenoot. Eerlijkheidshalve heeft deze coureur vrijwel altijd de overhand gehad. Nou zal ik ruimhartig zijn. Het is nog niet zo lang geleden dat je ons op zondagen met je races vermaakte, maar in de jaren die voorbij zijn gegaan is de sport behoorlijk veranderd. Niet waar? Ja, dat is zeker zo, Olaf. Weet je, de wagens zijn groter en zwaarder geworden, maar er is nu veel meer downforce om mee te spelen. Toen ik reed had de wagen bij 300 km per uur 4 ton downforce. Nu is het eerder 5 ton downforce. Dus er is een groot verschil in prestaties. Maar omdat de wagen nu zwaarder en groter is, moet er soepeler gereden worden. Er moet voorzichtiger mee worden omgesprongen. In de langzame bochten moet de wagen meer worden gekoesterd. De machines waren vergeleken met nu veel wendbaarder en behendiger toen ik in de Formule 1 reed.
Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. No rainfall expected today. We think it'll stay dry. Okay, that's not an ideal placement in your grid slot. You're gonna need a good launch at the race start. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. That start was okay, now stay alert for threats around you. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Battery charge is high, let's use that overtake button a bit more.
grid for switch off. And think about your brake balance cluster. Let's use overtake and burn off some of this energy. Okay, so gap to the car ahead, 3.0 seconds. You might experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. Okay, so we're leading our teammate by 5.2 seconds. And gap to the car in front, 2.3 seconds.
Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS for the overtake. Great manoeuvre, you made it look so easy. Okay, be careful with the front wing, you've taken some minor damage. Gap to your teammate behind, 9.6 seconds.
Understood. Stopping this lap. Okay, go, go, go! That was a fantastic stop, faster than we were expecting. You only have to stop once now, one stop left. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. Okay, gap ahead, 3.6 seconds. Great work! That's a new fastest lap of the race.
job. That was the fastest lap of the race so far. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. Yellow flag. Okay, gap to the car in front, 1.9 seconds.
Okay, this is good. You're catching the car ahead. DRS is enabled. DRS enabled. Yeah, wind the same, confirm. Let's use overtake and burn off some of this energy.
ERS is low, ERS is low. Consider changing mode on your MFD or lift a little with gentle braking into corners to recharge it. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by, 16.1 seconds.
Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 12.4 seconds. Okay, so gap to the car ahead, 13.4 seconds.
And recommend another 1% rearwards brake bias. Keep looking to extend. Bye-bye. Let's use overtake and burn off some of this energy. And gap to the car in front, 22.1 seconds.
Right, let's have you in at the end of this lap, please. Okay, let's go now. Come on. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Okay, gap ahead, 3.5 seconds.
Good job. Nice overtake. Okay, clear. Okay, gap to the car in front, 3.4 seconds. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap.
And brake bands minus one, suggestion. And gap to the car in front, 3.2 seconds.
Multifunction, Bravo 4, position 1, the track is clear behind. Okay, this is your final lap. Final lap of the race.
Uiteindelijk kon niemand Max Verstappen tegenhouden. Hij pakte de overwinning. Maar met nog een overwinning vandaag zie je duidelijk dat er steeds meer zelfvertrouwen wordt opgebouwd. En dat zelfvertrouwen heeft een sneeuwbaleffect dat in je voordeel werkt. Je komt op een punt, Olaf, waarop je als coureur heel moeilijk te verslaan wordt wanneer je blijft presteren zoals bij deze race. Daar komen de winnaars van vandaag aan. Het team van Red Bull Racing doet het de laatste tijd geweldig. Het is goed om te zien dat ze er veel tijd en moeite in steken en ze mogen trots zijn op de overwinning die ze hier hebben behaald.